Bij Braal zijn we al enkele jaren op zoek naar nieuwe vormen van samenwerking tussen de overheid en burgers. Met dit verhaaltje schetsen we hoe zo'n samenwerking zou kunnen helpen om wijken autoluw en groener te maken. De werkgroep en de steunmaatregelen die we hier tonen bestaan dus nog niet, maar we hopen dat ze snel werkelijkheid worden. Dit is de Kangeroe. Een toffe school met goede leerkrachten en leuke kinderen die helaas ligt aan een smalle, maar heel drukke straat. Auto's kunnen elkaar niet goed kruisen en rijden soms zelfs over de stoep. Heel gevaarlijk voor de kinderen. Op een ochtend staan twee mama's, Khadija en Celeste, na te kletsen aan de schoolpoort. Een man komt op en af. Ze kennen hem al een beetje. Het is een buurtwerker en hij heet Rodrigo. Hij vraagt of hij even met hen mag babbelen over de wijk. Celeste neemt meteen het woord en vertelt hem 100 uit dat ze elke ochtend doodsbang is wanneer ze haar kinderen naar school brengt. Ze vertelt ook dat het zoontje van Khadija astma heeft en dat hij erg lijdt door de vele uitlaatgassen. Khadija knikt. Wat zouden we daaraan kunnen doen? Vraagt Rodrigo. Misschien moet het hier enkel richting worden, zegt Celeste. Dan kunnen de voetpaden breder. Of een straat zonder auto's, denkt Khadija. Dan zou het hier pas veilig en gezond zijn. Weet je wat, zegt Rodrigo. Ik ken nog enkele mensen uit de buurt met ideeën. Ik zal eens vragen of ze naar de schoolpoort willen komen om samen met jullie na te denken. Die vrijdag komt Rodrigo terug in het gezelschap van twee andere mensen. Evelien en Sébastien hebben geen kinderen op de school, maar ze willen wel de buurt fietsvriendelijker maken. Evelien vertelt dat veel van de auto's in deze straat niet eens in de buurt moeten zijn. Ze komen van op de kleine ring en chasen recht door de wijk naar de steenweg verderop. Als het een doodlopende straat wordt, blijft dat verkeer op de grote assen, waar het thuis hoort, zegt ze. Khadija zucht. Dat zou wel nooit gebeuren, denkt ze. Maar dan komt het. Rodrigo vertelt hen dat het gewest Brussel en de gemeente steun geven aan bewonersgroepen om een experiment op te zetten om hun idee voor straten of pleinen te testen. Een maand later heeft het groepje een plan klaar met de hulp van Rodrigo. En ze mogen dat gaan voorstellen aan een werkgroep met ambtenaren en professionelen uit de buurt. Samen met deze werkgroep bestuderen Celeste en Co. of hun idee kan werken en hoe het past in de mobiliteitsplannen voor de buurt. Het is niet de bedoeling dat het sluipverkeer verhuist naar een andere woonstraat, wel dat het uit de woonbuurt blijft. Na een tijdje puzzelen en bijschaven staat het idee op punt. Nu krijgen ze middelen om hun idee te testen. Ze krijgen ten eerste meettoestellen om het aantal voertuigen in de straat te tellen en om de luchtvervuiling te meten. Zo kunnen ze vergelijken hoeveel de buurt erop vooruit gaat dankzij hun plan. Ten tweede helpt de gemeente hen met communicatie. Met de hulp van Rodrigo en de gemeente spreken Khadija en Co. af met de eigenaar van een winkel in de buurt dat de buurtbewoners zijn parking mogen gebruiken. Brussel Mobiliteit geeft hen banken. Van de VGC krijgen ze speeltuigen. Leefmilieu Brussel zorgt voor groen. Celeste, Sébastien en nog een paar ouders plaatsen die op een paar kruispunten. Het worden echte mini-pleintjes. Met auto kan je nog altijd overal geraken, maar je kan de buurt niet meer doorchasen zoals vroeger. Het wordt hier een echte woonwijk. Die zomer organiseren verenigingen uit de buurt activiteiten op straat. De groep leent ook materiaal voor een buurtfeest. Het is partytime! Na een half jaar nodigt de gemeente de hele buurt uit op een overlegavond om het plan te evalueren. Dankzij de meettoestellen weet iedereen dat er veel minder auto's zijn, meer voetgangers en fietsers en dat de lucht gezonder is. Maar natuurlijk hebben de buurtbewoners ook opmerkingen. Het plan en de verkeerssituatie worden aangepast aan die commentaren. Vanaf nu blijft de gemeente de impact van de nieuwe verkeerssituatie verder opvolgen. Khadija is trots. Haar zoontje heeft minder last van astma en Celeste is niet meer bang voor doodrijders. Jammer genoeg bestaat deze nieuwe vorm van steun aan burgerinitiatieven nog niet. Maar volgens Braal zou dit enorm helpen om mensen te bereiken die de projectoproepen van vandaag niet kennen. Dankzij de samenwerking tussen verschillende overheden zouden ze steun krijgen van de juiste administratie zonder dat ze zelf hun weg moeten zoeken tussen 4 of 5 projectoproepen. In dit voorstel hoeven ze geen budgetten en boekhouding te beheren, maar in samenwerking met overheden en verenigingen kunnen ze toch het verschil maken in hun wijk. Op deze manier kunnen we allemaal, gewest, gemeente, verenigingen en Brusselaars, de stad vooruit helpen.